Oh my gosh. Wow, dit had ik, zou ik echt nooit verwachten dat ik dit in jouw kledingkast zou vinden. Alles gaat eruit voor 4 euro. Ik koop laden, bakken, emmers. Ik heb ze teruggemeld, jongens. Ik vind de kleding zo slecht. Ik kan er geen video over maken. Glitter op mijn poes. In deze aflevering van In de Kast Van is Alice Olsthoorn te gast. Een icon in de LGBTQ community. En maakt ook haar eigen fantastische muziek. Nico, Nico, koningin. Doe wat ik wil, krijg altijd mijn zin. Prinses. Op YouTube laat ze vooral alle gekke kanten van haar zien. En kan je niet anders dan lachen om haar video's. Kom, kom, kom. Ik heb de camera aangezet. Oh mijn god. Ja. Hey, yo, sis. Nee, kom op. Je ziet er... Nee, gewoon, je ziet er leuk uit. Hi jongens, ik ben vandaag met een nieuwe gast en dat is... Alice! Hallo! Alice is een topchick en die is vandaag bij mij op het kanaal. En we hebben een nieuw deel van In de Kast Van. Dus, zo leuk. Ja, zo ik ben leuk. Ik vind benieuwd. Het zo leuk, serie zus. Ik vind het zo top. Nee, echt, meen dus het. Alice is dus vandaag... Alice is dus vandaag gast bij ons en ik ga een kijkje nemen in de kast. Ik ga hele leuke vragen stellen aan haar en heel misschien nog een outfit switch doen, maar dat weten we nog niet zeker. Dus heel veel dingen inderdaad om te doen, dus laat maar snel beginnen. Oké, girl, ik ga heel veel vragen stellen. Ik hoop dat je voorbereid bent, want ik niet. Nee, grapje, ik heb ze hier staan. Oh mijn god, let's go. Ook echt de interviews, je moet even checken wat ze moet zeggen hoor. Dus, de eerste vraag. Ben jij veel bezig met fashion kleding in het dagelijks leven? Ja en nee. Mm-hmm. Zeg maar, het is heel erg, ik heb mijn fase. Soms ga ik een maand echt als sloeber door het leven. I get it, yeah. Dan heb ik echt iets van, fuck iedereen, I don't care. En dan heb ik ook weer periodes dat ik zeg maar echt denk van, ik wil zo extra zijn als maar kan. Ja. Alles erop en eraan, dan ben ik net een kerstboom. Van alles of niets. Ja. Ja, heerlijk. Dus eigenlijk, dus wel. Enigszins wel. Ja, ik maar het wel ligt heel er gewoon van. Aan. Ja. En soms gewoon even niet. Hoe zou jij dan je stijl beschrijven? Als je een soort van een woord of een, ja, een genre zou geven. Een gevallen emo. Wat een geval is Scene emo. Queen. Scene Queen. Oh, dat is ook een beetje... Dat ook emo. Het waren de kleurrijke emo's, zeg maar. Ah, oké. Okay. Oh, dat wist ik niet. Nou, ik was vroeger... Ik was heel erg heftig. Ik was de Nederlandse Jeffrey Star vroeger. En dat heb ik een beetje laten varen ondertussen. Maar ik hou nog wel van het hele extra. Ja. En een beetje dat alternatieve. Mm-hmm. En, het is een beetje een combo daarvan. En dan een beetje een combi met je basic bitch. Want ik hou ook weer van een wit truitje. Ja. En een blauwe spijkerbroek. En dan kan ik ook, zeg maar, soms weer in een leren jas met een broekpak aankomen zetten. Weet je wel? Dus het is echt een beetje... Hallo? Ja. Hoeveel geef jij maandelijks uit aan kleding? Ongeveer. Het is een hele moeilijke horen van iedereen. Ik zou mezelf ook misschien niet kunnen beantwoorden, maar... Het is zeg maar niet dat ik een specifiek bedrag heb. Het is, ik sta mezelf maar toe om 3, soms 4 keer per jaar kleding groots te kopen. Inter, ja, oké. Okay. En dan laat ik me ook, dan ben ik ook gewoon blut daarna. Dan is het gewoon en hoe erg over, is die eens in... Nee, ik heb dus een paar dagen geleden ging ik shoppen en toen ben ik in één keer 200 euro van mijn rekening afgeknald. En maar dat is dan echt zo'n heftige... Voor mij, ja, want ik krijg niet zoveel geld. Ik heb niet zoveel, ik ben broke, dus voor mij is het echt mijn hele rekening. Nee, precies, oké. Okay. Dus dan is het ongeveer, ik denk dat ik maandelijks dan rond de 100 euro uitgeef. Als het dan winter is en als het net uit de nieuw is geweest, mm-hmm. ga ik alle winkels af, vooral 2 weken daarna, want dan heb je de winter sale. Alles gaat eruit voor 4 euro. Ik koop laden, bakken, emmers. Goed dat je het zegt. Goten met kleding koop ik aan en dat vind ik, ja, dat vind ik heerlijk. En krijg je gesponsorde kleding? Ik ga hier heel eerlijk in zijn, want ik ben ook heel eerlijk naar alle merken toe. Mm-hmm. 1 keer heeft Chiquelle mijn kleding toegestuurd. 1 item draag ik er nog steeds van. Okay, zal ik hem pakken? Ja, zeker. Die wil ik wel zien. Dit zeg maar met van die gaten was het erin. Nou, ja, leuk. Prima. Oké. Okay. Maar. Ik kreeg 4 items. Ik had toen iets van 3000 subscribers, weet je wel. Dus ik was echt niemand. Dus ik, nee. Ze zaten echt van alle trashkleding sturen naar Alice toe. Nou, I deserve it. Maar toen kwam het dus aan. En er zat een rood jurkje zat erbij. En er zaten nog 2 topjes bij. Mm-hmm. Het was zulke ruk kwaliteit. Oh, wat naar. Je krijgt hem opgestuurd en dan moet je die video, want je hebt die kleding toe. En ik heb ze teruggemaild. Maar je hebt niet zelf uitgekozen. Jawel, je dat moest wel. Er gewoon 10 dingen uitkiezen, ja, okay. En dan ging ze er 4 van sturen. Ah, oké, okay, ja. Ik heb ze teruggemeld, jongens. Ik vind de kleding zo slecht, ik kan er geen video over maken. Ik wou net zeggen, want volgens mij heb ik nooit zeg maar iets erover verwezen. Wow, dus jongens, hard. Ik ben real. Ja, sorry, maar het moet, ik hou van kleding, maar het moet goed zijn. Wow. I'm the realist. Damn, hecht je veel waarde aan merknamen? Ik denk
Een beetje. Ik vind het gewoon leuk, weet je wel, om gewoon een keer een detail hier met een merk te hebben. Yeah. Weet je wel, als je, stel je bent succesvol en je kan het veroorloven, weet je, waarom zou je dat niet voor jezelf doen? Nee, precies. Maar ik ben niet zo iemand die uitgedekt in Louis Vuitton door de wereld zou lopen. Dat... Wat zou je dan wel, zeg maar, stel je kan het veroorloven of het is van, oké, dit doe ik als een cadeautje, wat, maar wat zou je dan... Bijvoorbeeld een keer een tas, als ik die heel erg mooi vind. Ja, of een precies. keer een riem, een ring, weet je wel. Yeah. Maar kijk, weet je, ik geniet er ook van dat Jeffree Star in zijn mansion zit en in broekpakken van Gucci loopt. Van Gucci. Ja, dat vind ik ook iconic, weet je wel. Een Gucci schoen en een Gucci tas en een boeien. Trash. Ja. Wat is je grootste miskoop? Mijn grootste miskoop? Even kijken. Lelijk of duur of weet ik veel, nooit gedragen. Of... Ik koop best wel vaak dingen dat ik denk, daarna denk van waarom de fuck, wat ging er door mijn hoofd? Ik heb nu open met mijn laatste sessie. Het is zeg maar echt iets wat een 14-jarig meisje zou kopen. Oh, ik heb, ja. Ja, ik heb ook zo'n shirt. Ik heb ook zo'n Kermit shirt. En toen dacht ik van, oh Kermit, hahaha, meme queen. Ik ging naar haar vriendin toe en ik ging zo'n modeshow voor haar houden. Ja. Ik deed hem aan en ze zat echt van zus. Zus, ben je 14? Ga jij naar Fris? Nee, trek het uit. Wanneer heb je dit gekocht dan? 2 weken geleden. Echt? Ja. Oké, okay, dat van mij was wel een paar jaar. Kan echt niet. Was die duur? 14 nog wat. Oké, okay, dus. Dat scheelt dan wel weer. Maar dat stofje was wel echt heel chill. Dus ik denk dat hij wel voldoet als gewoon zo'n slaapshirt. Ja. Niet meer mee naar buiten gaan. En ook niet met je eerste sleepover met je boyfriend. Nee. Tenzij hij van Kermit Frog houdt. En ja, je wilt of tenzij hij een frog is. Ja, precies. Wat is je favoriete kledingwinkel? Op het moment Bershka. Iedereen? Ja, ik ook. Ja, ik weet niet. Het is gewoon iets goedkoop. Ik denk dat ik, als ik geld zou hebben, zou Number 9 mijn favoriete winkel zijn. Maar ik heb geen number geld. Number 9. Number 9. Ja, we hebben is er twee. Is het online of ook? We hebben er 2 in Haarlem. Je betaalt zeg maar €100 voor een trui. Maar je hebt dan echt hele hoge kwaliteit. En hele mooie truien heb je dan echt. Echt? Ja, het is echt heel tof. En de episode vind ik geweldig. Oh ja. True. De episodes met allesje. Ja, en heb je dan iets met Urban Outfitters? Of vind je dat weer dan echt... Ik heb daar gewoon geen geld voor, dus ik ken de winkel same, gewoon niet. Same. Ik heb zoiets van, weet je, als ik naar binnen ga, dan word ik alleen maar depressief. Ja, zo. Soms doe ik het wel. Dan let you be. Ja. Ik ga wel eens naar binnen en dan denk ik, oh, laat maar. Ik ga het eens proberen. Ja. Zo'n lapje stof, weet je wel, een shirtje voor €60. Ja, dat vind ik gewoon heftig. Maar aan de andere kant, inderdaad, als je wel het geld voor zou hebben, dan zou ik het misschien ook sneller maar kopen. Maar ik vind Urban Outfitters dan niet opeens geweldige kwaliteit. Terwijl Number 9 heeft wel echt geweldige kwaliteit. Ik weet het niet. Ik ken Number 9 niet. En ik had altijd wel het idee dat Urban Outfitters goede kwaliteit was. Maar ja, ik heb het uiteindelijk... Ik heb nog nooit... ik heb er nog nooit echt iets gekocht. Dus ik kan het ook niet, zeg maar... Ja. Ik weet het ook niet. Episodes, daar had ik dus laatst Adidas broek van gehaald voor €25. Zo chill met die... Top, ja. Ja, daar word je blij van. Ik wil nog een keer naar de Eihallen, want dat was echt vet leuk. Dat was echt gezellig, omdat we er ook even gaan zitten en eten en zo. Ja, precies. En dan echt voor jezelf gewoon lekker shoppen. Voor als jullie dat niet wisten, ik heb video gefilmd met Alice, dus ik zal hem in het i'tje doen. Wacht. Het i'tje. Ik weet nooit welk het is. Je zal het zien, maar daar hebben we outfits voor elkaar uitgezocht. En dat staat waarschijnlijk al online, dus ga dat even kijken. Het was echt heel erg leuk. Maar, volgende en volgens de laatste vraag. Ja, de laatste vraag. Wat is jouw ultieme fashion tip voor de kijker? Fake it till you make it. Maar ik hou van extra zijn. Maar als je extra wilt zijn, dan moet je het verkopen. Sell the garment. En nu gaan we even door naar de kast van Alice. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dit keer gaan we eventjes de outfit switch skippen. Maar als jullie een andere video willen waar we een hele outfit switch video doen, dan gaan we dat doen. Dus laat het even weten in de comments. En laat me snel doorgaan, want we hebben even de kast om te bekijken. En ik ben heel benieuwd. Ik vind het zo leuk om het aan je te laten zien. Ik ben echt excited. We zijn voor de kast van Alice. Oh my god. Nou, vertel kind. Wat wil je zien? Dit is mijn... This is my... Zie je al een patroon? Nou, wat ik nou dus zei net. Ze heeft... Dit is haar kleding. Ik heb echt te veel kleding. En ik ben echt eigenlijk best wel trots op je. Dat je gewoon zo, zeg maar, selectief bent. Ik heb wel bent. Nog, laat zeg maar, hier een paar zwarte t-shirts. Ja, okay. Die meer casual zijn. En, een beetje je basics. Ja. Maar, ik hou van al mijn kleding. Dit is mijn net nieuwe jas. Je baby. Ja, dit is echt top. I love it. Doe eens. Hij ruikt nog naar de winkel. Waar is die van? Van de Bershka. Love it, love it. Ik hou van Bershka. Wat ik dus interessant vind ook, tot nu toe ben je de eerste met een inbouwkast. Lijkt me echt super chill gewoon om te hebben ofzo, ik weet niet. Het is wel heel handig, ja. Het zet ja, minder ruimte in. En dit gewoon, weet je wel, dit, ja, heel chill. Girl! Dit is zo extra en ik ben er zo dol. Ik heb er net eentje, ik wilde hem eigenlijk aan, maar het is veel te heet nu. Mijn zus heeft ook echt een soort van een liefde voor, zeg maar, schapenwollen
jasjes en zo. En die heeft er al 4. En dus ik vroeg, heb je er toevallig eentje die je niet meer draagt? Geef hem maar aan mij, weet je wel. En ze zei, oh ja, die heb ik hoor. En toen heb ik eigenlijk een beetje zo eentje, mag ik nu hebben. Dus ik ben zo blij. Ja, ik vind het heerlijk. Het heeft een beetje die diva-attitude. Ja. Oké, wat me dus net al opviel. Deze. Ik weet niet, ik vind dit gewoon top. Ik wil dat eigenlijk in zo'n beige, weet je wel. Ja. Ik vind het zo tof. Oké, dus lijkt op een blouse. Maar... het is een pak! Het dat is zo top! Ja. Oh my god. Ik ben er heel gelukkig mee, want het is zeg maar echt gewoon een statement als je hiermee... Oh, Bershka! Ik mis zoveel! I told you that this was my favorite store. Maar wat wil je zeggen over als je dit aan hebt? Dit is ook een statement. Als ik deze aandoe en dan helemaal open en dan met Johnny Depp eronder. Yes, dat is fucking cool. Deze. Oh, heerlijk. Ja, ik heb ook een beetje zo eentje. Een beetje zo'n tussenjasje in de zomer. Ja. Zomer, ja. Gewoon die kleur. Dit kleurtje vind ik ook heel leuk, zeg maar. Want ik heb zelf bijvoorbeeld ook een lichtje. Die had ik dus gevonden bij de Eihallen. Maar die was dus €25. Maar dat was een beetje deze kleur, maar dan in de jack die jij nu hebt gekocht. Ja. I'm still so sad. Wacht. Kijk, oké. Alice heeft dit jack gekocht. Dit jack, which is fabulous. Super oversized. Maar ik wil dus eigenlijk zo'n jack in deze kleur. Ja. Wel. Ik vind deze kleur trouwens ook echt fantastisch. Maar, ja, ik wou dat dus niet in, want ik heb dus deze al. Ja. Deze heb ik in de Zara gekocht, maar... oh ja, Zara is ook leuk. In Berlijn. Oh ja, en ik weet niet of je dan ook in Nederland in de collectie zat. Maar ik heb hem nergens gezien in Nederland. Ik wou net zeggen, ik heb dit ook nog nergens gezien. Je loopt gewoon helemaal voor. Oh, je zei net over leer. Nou, ik heb er... ik ben dus niet zo van leer, nee. Maar ik hou dus helemaal van motorguys en de jaren 50, 60. Vandaar. Hence Johnny Depp. Dus dat is helemaal mijn ding. Even dit is wel minder mooi. Ik had oorspronkelijk zeg maar van de, hoe heet het, van de episode. Zo'n echte. Echt zo'n mooie. Zo'n echte leren shit ding. Maar die is toen, die heb ik zoveel gedragen dat hij uiteindelijk kapot ging. Asset. En toen, maar dan weet je wel dat hij goed was. Toen moest ik heel snel even deze. Dit vond ik, maar dit is gewoon een basicje. Ja. En dan is deze weer wat meer. Maar dit is van de Bershka. Maar ik wil eigenlijk weer zo'n episode. Maar die zijn echt 60, 70 dan euro. Dan moet je echt even versparen, ja. Ja. Ik weet niet. Ik vind het altijd wel tof staan. Mijn zus draagt ook heel vaak leren jasjes, maar bij mezelf... deze kan wel heel snel heel basic staan. Draag dat is een beetje mijn issue. True. Maar het is ook echt wel hoe je het draagt hoor. Doe je dit dan heel het jaar aan of is dit zeg maar van periode? Ja. Want het is wel koud of is het echt wel warm genoeg? Het is niet heel warm. Want heel vaak zie ik dan iedereen het hele jaar door met jasjes lopen. En dan je kan het wel goed. Oh, ik zag deze. Ja, oh my god. Ik vind het zo leuk. Ik heb ook eentje van Grease heb ik zo'n shirt. Oh, dit is toch alleen maar de achterkant. Dit is, maar Clueless is echt een van mijn top 3 films. Is echt iconic. Ook Bershka, ja, love it. Ja. Voor als je dit niet kent, dit is echt inderdaad, dit is iconic. Dit is de Mean Girls van de jaren 90. As if. Ja. Dude. She's a fool on Monet. Ja. Oh my gosh. What? Wow, dit had ik, zou ik echt nooit verwachten dat ik dit in jouw kledingkast zou vinden. Dit is dus een body. Wow, echt niet verwacht. Had je het voor iets speciaals gekocht of dacht je ik doe gek? Dit is voor gek. Ja, voor als ik uitga. Wow. Of als ik wat meer. Fancy. Ja, ik hou van extra zijn. En hier heb ik ook eindelijk een beetje inkijk in het tyfusleven. Hey. Wow, I don't know. Ik had nooit, ik weet niet. Misschien omdat ik je er ook nog nooit in heb gezien. Dus dat ik dan nu... en dan, kijk, zie je ook, ik hou dus heel erg van dit. Want je hebt... deze is wit, deze is wit. Ja, maar dat deze is ook wit, clean. Wit. Chill is wit. Dat. Ik heb letterlijk gewoon 2 witte truien, ook gewoon met niks erop. Zou je een leven? Oh. Die is ook heel grafisch. Oh, wauw. Ja, dit is ook wel extra. Hoe zou je dit dan combineren? Met een zwarte broek er gewoon onder. Of een zwarte, ja. Oh, dit zou ook tof zijn als je zeg maar zo'n tuinzwarte tuinbroek. Ik hou ook zeg maar met een beetje van die throwback stijl. Dus dit is zo'n over the shoulder trui. Leuk. En de pijpen poofie. Zijn dus wijd. Dat vind ik ook heel fijn. Heel leuk, ja. Poofy. Nieuwe aankoop, nog één. Maar die hangt, want die is net in de was geweest. Wat ga je even halen? Oh ja, yeah. I want to see it. Dat is het. Oh my god. Maar dan met van die wijde pijpen. Ja, ze zijn nog een beetje nat nu. Ik moet... maar met van die wijde pijpen mooi. Aan de onderkant. Ah, ripped jeans. Ik wil ze ook nog. Dat is ook echt wel in nu, zeg maar. Ik vind het echt heel, heel leuk. Heel mooi. Wat je er ook bij aandoet, het staat sowieso mooi. Waar heb je dit vandaan? Ook Bershka. Bershka. Echt? Ja. Ik ben er zo lang niet meer geweest. Ik mis alles. Ja, maar er zit een nieuwe collectie. Oh, wat dus dat is echt top. Ja. Je hebt ook zeg maar bij de Bershka nu van die pakken sowieso. Die had je al. Maar nu in bruin en bordeaux rood. En allemaal. Ze hebben ook een leren jasje en dat hebben ze dan samen met een Bobby shirt. Oh, ik slaap in band t-shirts. Oh, band t-shirts. Dit ziet er heel chill uit. Die zanger van I hate you, I love you. Ja. Nou, Nash is dat. En zeg maar dat nummer vind ik echt een tyfus nummer.
Maar de rest van zijn nummers zijn super leuk. En ik ben dus live bij hem geweest. Oh, en toen heb ik dit samen met een vriendin gekocht. Hier slaap ik ook gewoon in. Dan heeft hij het ook gesigneerd. Ah, dat is vet cute. En heel lekker shirt ook. Holy moly. Ik heb ook nu zo'n Jurassic Park shirt. En ik vind dat zo leuk. Die zag ik niet zo leuk. Dat... Dit is mijn Taylor Swiftie shirt. Oh my god. 2013. Oh. Dus ik slaap echt alleen maar in. Heerlijk. De Speak Now World Tour. Love it. Ik was erbij. 2013. Jezus. Ik ben zo'n Swiftie. En Taylor Swift wordt echt gehaat. In, ja. Maar ik weet ook niet waarom. Ik vind, waarom haat iedereen Taylor Swift? Maar goed, I love her. Ik heb ook dus een, dat kan ik nu niet vinden, een Blanks t-shirt. Ja, heb ik ook. Wat heb jij met die nieuwe? Die met die retro. Leuk. Is er nog één item die heel belangrijk is die we moeten zien? Ja. En dit vind ik wel echt een parel. Dat pak vind ik wel echt een parel. En deze sowieso. Je hebt nog allemaal kleding maar in zakken weggestopt. Maar dat gaan we, want dat is allemaal lente-zomerkleding. Maar misschien voor een andere keer. Voor een andere keer. Overal waar ik loop, overal waar ik ben. Dit zijn dus Martens. Oh, maar dit is een heel ander model dat ik... Maar dit zijn zo'n Timberland Martens mesje. Oh, is het of zo? Die kocht ik puur omdat het in de sale was. To switch it up heb ik soms Vans. Dit zijn mijn enige schoenen ook. Ik wou net zeggen, echt... Echt? Ja. Ik dacht dat ik weinig schoenen had, maar... Ik ben gewoon enorm broke. Nee, maar ik vind het echt heel goed dat jij zeg maar gewoon voldoening hebt aan twee paar schoenen en gewoon... Voldoening absoluut niet, maar... Oké. Kom. Hoe noem je dat? Dat je het doet met gewoon... Ja, ik weet niet. Je bent wel zeg maar een verstandige koper, I guess. Want mijn kast is echt... Een chaos en alles wat ik niet of wel draag, alles ligt er nog in. En dan zelfs denk ik van, oké, ik dacht dit nooit. En dan, ja, maar misschien ooit, weet je wel. Zo, dat was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jij het leuk vond. Ik vond het zo leuk. Ja, dat was gewoon. Het klonk zo nep, maar ik meen het oprecht. Ik heb er echt aangemoedigd om hier mee door te gaan. Yes. Ik ga het doen. Get into those classes. Expose them homo's. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En natuurlijk eventjes te abonneren. En ook natuurlijk op het kanaal van Alice te kijken. Because she's very, very cool. Dat was hem alweer. Was gezellig. Yeah.